Hoewel het een heel drukke dag was, die maandag, en een maandagmorgen doorgaans niet het beste moment is voor een rustig gesprek, was dat toch iets waar ik met grote verwachtingen naar uitkeek. Ja. Maar wat daar dan echt verteld is, dat is gedekt door het biechtgeheim dat u ons verzekerd hebt. Hè? Zonder daar indiscreet over te willen zijn, is dat gesprek ook voor mij heel instructief geweest. Heel instructief. De dame in kwestie is een heel gewone dame. Hè? Dus zij is natuurlijk heel ongewoon, maar zij doet zich heel gewoon voor en is ook in staat om op een heel gewone manier over heel moeilijke maatschappelijke problemen te spreken. Zij was zo mogelijk meer geïnteresseerd in wat ik deed dan ik kon geïnteresseerd zijn in wat zij deed. En haar belangrijkste vraag was eigenlijk: hoe kan ik bijdragen tot het maatschappelijk welzijn? Wat kan ik als kunstenaar doen om de wereld, de Belgische wereld dan in het bijzonder, de Vlaamse wereld, beter te doen draaien? Kan ik mij als abstracte kunstenaar voldoende nuttig maken? Dus dat was een bekommernis die ze had en ik heb van mijn kant mij geïnformeerd over hoe ze zo'n grote organisatie economisch kan doen ronddraaien. Dat is een hele banale vraag, maar tezelfde tijd toch de essentiële vraag. In een polemische samenleving waarin elk woord dat verkeerd kan begrepen worden drie keer wordt afgewogen en herhaald, is het voor een verantwoordelijk kunstenaar niet zo eenvoudig om op de juiste manier zijn engagement te nemen. Daar heb ik een ontzettend begrip voor. Ja. Het is duidelijk dat kunst niet waardevrij is, dat kunst geëngageerd is, dat kunst niet losstaat van de samenleving waarin zij wordt beoefend. En Europa moet zich echt bewust zijn van het mekka dat het is op dat stuk. Wij leven in een continent dat op dit stuk de staat heeft gemaakt tot behoeder van de artes liberalis, van de kunsten. Heel anders dan het Amerikaanse continent. Ja. En dat heeft zijn voordelen, omdat je natuurlijk een vrijheid krijgt door de subsidiëring ten aanzien van het publiek, die men niet altijd heeft in landen waar er heel weinig publieke subsidies zijn. En het is die vrijheid die soms leidt tot innovatie, die soms leidt tot vernieuwing. Samenlevingen waarin kunstenaars in de brede zin van het woord niet vrijuit kunnen gedijen, dat zijn geen democratische samenlevingen, dat zijn geen vooruitstrevende samenlevingen. En dus ik vind dat elke politicus, ook al is cultuur niet zijn bevoegdheid, daar een zeer diep en breed engagement in moet tonen. Omdat je anders tekortschiet in je maatschappelijke roeping. Omgekeerd, elke kunstenaar moet dan voor zichzelf uitmaken hoe hij dat maatschappelijk engagement dat zijn kunst noodzakelijkerwijs betekent, hoe hij dat tot uitdrukking brengt.